Welk nummer was het ook weer, kijk eens? 27. We zitten hier op 11. Dan zijn we er bijna. Hopelijk is het niet op de vierde verdieping. Het zou voor jou aanzienlijk prettiger zijn als je per verdieping betaald werd. Ja, dat zou zeker prettiger zijn, baas. Nou ja, zolang er geen piano bij zit. Ik dacht van niet. Heb jij wat tegen gezien? Ik niet. Als het maar niet te zwaar is. Er is geen zware muziek, jongen. Alleen goede of slechte. Nou, dat valt best mee zo te zien. Goed, blijf jij hier eerst maar verwachten, hè? Eerst eventjes het zieltje kneden, hè, baas? Nee, jongen, daar gaat het toch niet om. Ja, het is per slot iedere keer toch weer een bijzondere situatie. En ja, daar moet je je even op instellen. Hebben de mensen ook recht op. Waarom, baas? Nou, dat je ze een beetje ontziet. Hun gevoelens ontziet. Het zijn per slot gekwetste gevoelens. Nou, gaat u dan maar eerst even kijken hoe het ervoor staat, hè? Even kijken. Oh, uitgerekend een dame. Nou, die zal niet agressief worden. Ze zal wel gaan huilen. Mevrouw Eugenie Oldeveld. Dat ben ik, ja. Ja. Mevrouw, ik kom in opdracht van het kantongerecht om hier een paar spullen op te halen. Ik heb hier een lijst van voorwerpen waardoor de deurwaarder al beslag op is gelegd. En ja, ik hoop maar dat u bent ingelicht dat het vandaag de dag is dat u van die zaken afstand moet doen. Hallo. Ik ben alleen maar de man die de spullen komt weghalen, mevrouw Oldeveld. Zal ik liever een andere keer terugkomen? Ik zou kunnen zeggen dat u niet goed bent of ziek of iets met uw hart. Dat alle spanning moet worden vermeden. Ik heb het niet aan mijn hart. Nou, ook iemand die het niet aan zijn hart heeft, heeft recht om spanning te vermijden als het te groot wordt of ondraaglijk is. Inderdaad, ja, ik ben erg gespannen, dat klopt. Maar of het ondraaglijk is, dat weet ik nog niet. Komt u binnen, dan kunt u zien wat u komt verstoren. Ja, ja, komt u maar. Ja. Ziet u nu voorwerpen? Maar misschien merkt u op dat er geen sprake is van een gewone inrichting. Alles hier is op een hele bijzondere wijze op elkaar afgestemd. Een werk van jaren en jaren om deze bijzondere harmonie te bereiken. Een harmonie die daarna dan ook geen enkele verandering meer verdraagt. Een huis is eerst dan goed ingericht wanneer degene die het bewoont zich daar ook beschut voelt. Ik voel me hier beschut. Ik voel me hier veilig. U begrijpt zeker niet waar ik het over heb. Ja, ja, ik begrijp u wel. Ja. Als je jong bent, dan is de wereld je thuis. Dan word je ouder, wordt die kleine. En uiteindelijk heb je genoeg aan de begrenzing van je vier muren. Dan gaat u toch zitten? Nou, ik heb toch een heleboel te doen vandaag, mevrouw.
Maar u heeft toch wel tijd genoeg om nog een kopje koffie te drinken? Nou goed, één kopje dan misschien. Als het niet te lang duurt. Nou, hoe lang duurt het om een kopje koffie te drinken? Misschien een paar minuten. Of een half uurtje. Als je beseft dat het drinken van een kopje koffie een handeling kan zijn die iemand goed doet. U begrijpt, ik ben op het ogenblik in een soort afscheidsstemming. Deze kamer wordt nooit meer zoals hij vroeger was. Het is dus logisch dat ik boordevol gevoelens zit. Ja, dat is natuurlijk te begrijpen. Het is me erg veel waard dat ik op het moment niet alleen ben. Dat ik gezelschap heb. Dat er iemand is die mij kan helpen dit moeilijke moment door te komen. Wilt u dat doen? Ik zal alles doen wat ik kan. Drink dan een borreltje met me. Een borreltje? Ja. Eentje maar. Misschien twee. Vergeet u niet dat ik mijn thuis ga verliezen. Maar thuis toch niet, mevrouw. Hooguit een paar meubels. Dus. Wat neemt u mee? Ja, dat is een goede vraag. Wat neem ik mee? Een etagère. Oh, dat zal die wel zijn. Dat is de enige. Een commode, die neem ik aan. Ja, er is geen ander. Drie tapijten zijn hier opgevoerd. Twee schilderijen, stilleven en een stadsgezicht. Is dat een bank met twee voor thuis? Oh, nee. Mag ik u iets vragen? Hebt u fantasie? Fantasie? Ja, nou, niet meer dan ieder ander. Ik bedoel, ik heb een hele gewone doorsnee fantasie. Probeert u zich dan eens voor de grap eens iets voor te stellen met die doorsnee fantasie? Stelt u zich eens voor hoe het er hieruit zal zien als u die door u opgevoerde voorwerpen hebt weggehaald? Weet u dat een thuis sterven kan? Ja, dat het er hier dan anders uit zal zien, dat ligt voor de hand. Anders? Een dood huis waarin ik ook niet meer langer leven kan. Ah, kom nou, kom nou. En nu een borrel. Ik ben erg blij dat uitgerekend u het bent die mij op dit moment bijstaat. Een, ja, dat mag ik toch echt wel zeggen, voor mij tragisch moment. Dat is het, mevrouw. Ik leef ook helemaal met u mee. Mag ik u nog eens inschenken? Nee. Och, doet u mij dat plezier. Maar goed. Ik merk dat u er alle begrip voor hebt dat ik dit moment waarop ik van alles afscheid moet nemen nog even probeer uit te stellen. Ja, ja, ik heb het in de gaten. Op uw gezondheid. Hoe heet u? Mulder. Beetje een ongebruikelijke voornaam. Ursus. Ursus Mulder. Ursus? Ja. Ursus, was dat niet een gladiator die een weerloze vrouw te hulp kwam en toen een stier doodde? Oh, dat kan best. In ieder geval was het een hele sterke man. Want mijn vader die wou graag, toen ik geboren werd, dat ik die naam eer aan zou doen. Nou, u doet hem alle eer aan. Dat moet gezegd worden. En een sterke man kan toch wel een slokje drinken? Ja. Ha ha.
Wat een schitterende verhaal. Heerlijk. Ik ben blij dat het ons gelukt is. Hè? Dat we ook nog even hebben kunnen lachen. Ja. Ja, dat is voor mij ook wel eens goed, hoor. Ja, dan ben ik bang dat we nu het moment toch niet langer kunnen uitstellen. Hè? Ik bedoel, nou ben ik het die u om begrip moet vragen. Verhipt die. Dat was een pittige borrel, hè? Jazeker. Nee, maar ik bedoel zo'n hoog percentage alcohol, hè? Nou, dat was ik u toch ook schuldig. Goed. Desalniettemin nemen we de lijst. Verrekken we mijn lijst. Ja, maar u kunt toch niet onder deze omstandigheden een meubilair transporteren? Kan dat niet, wilt u zeggen? Dat kan zeer zeker niet. Dat kan ik u in uw eigen belang niet toestaan. Ja, ik heb ook een veel te kleine wagen bij mij voor zoveel meubels. Ik zie namelijk alles dubbel. U ook. En dat is één keer te veel. Zoveel weet ik nog. Is de baas? Hebt u hem om? Nou, mijn grote eerlijkheid gebiedt mij om dit niet tegen te spreken, joh. Maar ontruimen we de woning nou niet? Ze heeft Ursus een klein beetje lam gevoerd. Maar... Veilig rijden, jongen, alsjeblieft. Hè, dat ik even rustig kan zitten. Ja, de man is overleden en die heeft hem met een hafschulden achtergelaten. Oei. Ja, dan is hij de huis kwijt en de meubels worden er afgenomen. Allicht toch dat mevrouw zich daar tegen verzet. Maar wel op een manier die bewondering verdient. Goed. Over een dag of drie proberen we het nog eens. U daar weer? Ja, ik ben het weer, ja. Ik moet wel. U had erop gerekend, neem ik aan. Oh, tegenwoordig moet je overal rekening mee houden. Ja, u komt natuurlijk niet als een verrassing. Dan mag ik zeker wel binnenkomen. Ja, komt u maar. Zo. Oh, hè. Ik moet u nog bedanken. Bedanken? Waarvoor? Nou, u heeft mij een paar dagen gegund waarvan ik genoten heb. Oh. Ik heb echt genoten van de vertrouwde omgeving op een ongelofelijke manier. Hm. Weet u wel dat u mij het leven geschonken hebt? Nou, het leven dat nou ook weer niet is. Nee. Ik overdrijf echt niet. Huh? Ik ben u heel, heel dankbaar. En daar wou ik graag uiting aan geven. Wacht u hier heel even. Oh. Ja. Drinken? Oh, maar dat kunt u mij niet weigeren. Ik moet u toch mijn dankbaarheid kunnen bewijzen. Ja, nou, één glaasje dan, maar echt niet meer, hoor. Nee, dank u. Nee, ik moet werkelijk niet meer drinken. Oh, maar we moeten die fles toch opmaken? Onverbeterlijk.
U zult toch moeten toegeven dat er voor mij binnenkort niet veel aanleiding meer is. Geen vrolijke tenminste. Om nog champagne te drinken. Mm. Op uw gezondheid. Mm. U moet de toekomst toch ook niet zo somber zien. Dat zijn wolken, die trekken voorbij. Ook de wolken van ons leven. Goed, die zijn er volop. Volop. Maar toch, ze trekken voorbij. En dan gaat de hemel mooi blauw worden. En ja, eens gaat het zonnetje weer schijnen. Hè? Wat zegt u dat prachtig. Oh, u heeft er geen idee van wat dit gesprek voor mij betekent. Dit is werkelijk inzicht. Begrip. Ach, ik zie u heeft niets meer te drinken. Wacht even. Ja, nog één. Nou, er is een man die Ursus heet. Toch niet bang voor? Hè? Spijt me. Ik heb champagne met haar gedronken. En ze bood mij dat zo aan dat ik dat toch niet kon weigeren. Anders zou ik onbeleefd geworden zijn. Maar dat wou ik niet. Je moet het vergeren van die champagne. Hoe krijgen we die spullen daar nou weg als u dan maar de hele tijd te drinken krijgt? Ja, dat is inderdaad een probleem. Het is geen onoplosbaar probleem. Laat een ander die meubels maar weghalen. Hè? Ja, het ziet er inderdaad treurig uit, hè? Uw collega heeft geen druppel aangeraakt. Het was net een machine. Als een machine deed hij zijn vernietigende werk. En ik keek niet op of om naar de verwoesting. Had er ook geen enkele gedachte over. Nee. Nou, ik heb er nog eens over nagedacht wat u zei. Dat een thuis kan sterven. Hier ziet u dan een doodhuis. Hebt u niet iets te drinken? Nee. Mag ik u dan uitnodigen om iets met mij te gaan drinken? Dan ben ik u schuldig. Doet u me dat plezier. Zo. Oh, als u dat goed vindt, dan drinken we iets bij mij thuis. In mijn huis. Een beetje eenzaam, hoewel het mijn thuis is. Ja. Gaat u binnen.
Maar dat zijn mijn meubels. Dat is mijn kleed. Dat zijn mijn schilderijen. Hoe komen die hier? Nou, ik... Ik heb uw schulden afbetaald. Ja, ik dacht, nou, u het huis niet kon houden, dat ik misschien u, ja, tegen betaling. Niet te veel, want ik weet tenslotte hoe u ervoor staat. Maar deze kamer zou kunnen aanbieden. Maar, hebt u mijn meubels gekocht? Nee, ze zijn van u. Ik heb alleen uw schulden vereffend en u kan het ook terugbetalen als u dat wilt. Maar nee, waar het nou eigenlijk om gaat is dat wij, nou ja, dit dode huis weer tot leven wekken. Daar gaat het om. Ja? Zo. Nou heb ik champagne. U lijkt wel gek. Hé, eindelijk zegt u iets wat aardigs.